het Dutch IT Channel Awards Nieuwjaarsgala. Bijna 300 ingezonden nominaties, waarvan er uiteindelijk 85 door de jury zijn geselecteerd. Let's celebrate the channel. Hier is uw gastheer, Witold Kerpinski. Goedenavond, dames en heren. We trappen af met de Reseller Awards. En de winnaar is... TechTrade. Ik ben echt super blij met deze award. Voor ons de hoofdprijs, Value Added Reseller van het jaar, is voor ons het mooiste wat er deze avond kan gebeuren. Ik denk dat er weinig evenementen zijn waarbij zoveel mensen uit de channel bij elkaar zijn. Het belangrijkste hier is netwerken. Maar ja, dat doen we natuurlijk op een hele kwalitatieve locatie. Met geweldig eten en drinken. Dus ja, we hebben het naar ons zin. Applaus voor Technata. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Hoe voelt het nou? Ja, natuurlijk fantastisch. Hè? En het geweld van distributeurs en resellers om dan inderdaad die award te mogen ontvangen. Bijzonder trots op. Afnet Technology Solutions. Yes. Applaus voor Afnet. Trots op wat mijn team in Nederland toch gerealiseerd heeft. Maar zeker ook de erkenning van de partners. Zeker belangrijk. En het is een waanzinnig leuk event. Je leert elkaar weer kennen. Je leert nieuwe mensen kennen. Heerlijke netwerken. Dus helemaal enthousiast. 650 man, als je kijkt in die zaal, was toch gewoon geweldig. Het bruist. Het bruist gewoon van IT. Ik vind het uitermate goed georganiseerd. Het is leuk, gezellig. En een goed sfeertje. Applaus voor Kaspersky Lab. Heel blij mee. We zijn zoveel jaar al genomineerd. En dan dit jaar met die award mee naar huis. Super blij. Ja. Je komt hier in notendop kom je je relaties tegen, waar je even een praatje mee kunt maken. En ja, dat scheelt je een kwartaal lang geen afspraken maken. Op een goede manier. Applaus voor SAP. Helemaal trots. Gewoon afgelopen jaar hard gewerkt vanuit SAP om dit Innovation Award te winnen met elkaar. En ja, dat zoveel klanten, partners, relaties op ons hebben gestemd. Nou, echt trots. Super gaaf. En de winnaar is... Dropbox. Een mooie verrassing. We zijn pas een jaar bezig en dit is de tweede award die we dit jaar mogen winnen. En dat is wel een mooi teken van de toekomst, dus dat vind ik wel mooi. Het is fantastisch. Het is leuk, het is gezellig, de sfeer is goed, eten is goed en de gezelschap aan tafel is heel erg gezellig. Dus zeker leuk, ja. Eelco Wanders. Altijd een mooie erkenning om op zo'n avond door je channelpartners erkend te worden als beste storage partner in een jaar. Dus dat is altijd goed. Applaus voor Hewlett Packard Enterprise, ofwel HPE. Ja, het is echt een fantastische prijs. We waren heel blij al met de nominatie. En ik denk absoluut een waardering voor onze visie en strategie waar we mee bezig zijn. De Editor's Choice Award is gewonnen door Frank Hoekstra. Hoe voelt dat? Nou, het is echt wel heel bijzonder. Zeker door de introductie en omdat dit een categorie is waar je niet voor genomineerd bent. Dus dan is het natuurlijk wel helemaal bijzonder. Je denkt eigenlijk het hele programma is al voorbij. En dan komt dit. Dus echt heel bijzonder. Ik verzoek alle winnaars van vanavond nog even op het podium te komen. Kom op het podium. Om een mooie groepsfoto te maken. 2, awards omhoog. Yay! Geef ze nog even een oorverdovend applaus. De winnaars van vanavond. Ik ben heel trots op dit event en ik ben vooral trots op mijn organisatie, op mijn businesspartner Rob de Kleine. En natuurlijk trots op alle winnaars, maar uiteindelijk denk ik, en dat moet de bedoeling zijn, dat iedereen vanavond een winnaar is. En als ik zie hoe er genetwerkt wordt en hoe alles loopt en gaat, dan hebben we volgens mij ons doel voor dit jaar bereikt. En hebben we de lat voor volgend jaar weer wat hoger gelegd. Dat is echt super. Ik heb alleen maar goede reacties gehad en we gaan door naar 2018 om dat nog een keer te doen.